Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga jullie vandaag laten zien wat ik voor boodschap heb gekocht voor de hele week. Dat laat ik bijna iedere week zien en ik zeg bijna omdat ik tijdens de vakanties er even mee ben gestopt. Omdat ik, doordat ik ook vrij was, niet meer hele week boodschappen deed, maar gewoon af en toe. Mijn doel is om rond de 100 euro te blijven en dat is als samengesteld gezin. Dus dat is 2 volwassenen, door de week 2 kinderen en in het weekend, om het weekend, 4 kinderen en dan heb je natuurlijk ook een week geen kinderen. Dus dat geeft een beetje achtergrondinformatie hoeveel boodschap ik nodig heb. Deze week is het zo dat de ene laatste week is dat ik alleen voor mij en Pascal wat hoef te kopen. Zodat we met 2 volwassenen zijn, want het is nog zomervakantie bij ons. Logan en Brooke komen pas volgende week donderdag terug. En dan dat weekend hebben we ook gelijk weer 4 kinderen. Ik probeer weer een beetje in de flow te komen van weekboodschappen in één keer kopen in plaats van gedurende de week. Omdat ik vanaf deze week weer een opdracht heb. Ik ben natuurlijk een aantal weken vrij geweest. En hoewel het super fijn was, ben ik ook weer super excited om te beginnen met werken. Deze week is het nog maar 2 dagen, maar vanaf volgende week gaat dat minimaal 24 tot 40 uur zijn. Dus dan is het wel handig als het gewoon weer in één keer binnen is de boodschap. En dat je de rest van de week niet over na hoeft te denken. Ik denk dat ik voor aankomende zondag weer bij de Jumbo ga bestellen. Gewoon convenient. Dus deze keer is nog wel van de Albert Heijn. Het was, maar moet ik even spieken, €80,65. Dus voor 2 man een hele week vind ik niet heel slecht. Voordat ik de boodschap ga laten zien, wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zal ik laten zien wat we deze week allemaal gaan eten. Ondanks dat we maar met 2 personen zijn, ligt mijn aanrecht best wel vol. Vandaag is het nog maar maandag. Ik heb echt serieus een keer de boodschappen op een maandag besteld. Of gekocht. Ik ben naar de winkel geweest. We eten vanavond risotto. Groene risotto. En dat doen we dan met een beetje spinazie, pultjes, courgette. En risotto rijst heb ik nog staan in de kast. En groentebouillonblokjes ook. Soms deed ik daar ook nog wel vegetarische kip of gewone kip bij. Vandaag niet, omdat ik ook weer spinazie heb. En spinazie zit ook best wel wat eiwit in. Dus dat is dan lekker. Ik heb nog tuinerwten in de vriezer liggen, dus die kan ik er ook bij doen. We eten, ik denk dinsdag? Ik weet niet. We eten ook een keer schnitzel, vegetarische schnitzel van mij, gewone schnitzel voor Pascal. Dus allebei 2 per verpakking. Dus dan ga ik er dan ook gewoon van allebei bij 1 invriezen. Met een aardappeltje, doen we door de helft, want dit is voor 4 personen. Met de overgebleven spinazie à la crème, ga ik daarvan maken. Dus de soja, zeg maar, de soja. Soja, kokeroom moet hierbij. Dan maak ik zelf spinazie à la crème. Dus met die spinazie als het goed is ook op. Dan hou ik nog een halve zak met aardappels over. Die gaan we gebruiken voor het jachtpannetje. Dat heb ik nog, de saus en de groenten en zo, hadden we nog over van de vorige keer. Die staan in de vriezer, dus die kan ik dan ook pakken. Kunnen we dat ook opmaken. Ik ga zelf vegetarische madras maken. Die hebben we nodig. Gewoon de rijst heb ik nog staan. Bloemkool, tomatenpuree, kokosmelk, madras kruidenpasta, tomaatjes, knoflook en paprika. Paprika ga ik ook een gedeelte gebruiken gewoon om lekker op te snacken. We eten een keertje taugee. Of nee, tapsoi met taugee. Hier heb ik wel wat kipfiletreepjes bij gedaan. Die doe ik er los bij. Ik zelf eet voornamelijk vegetarisch. Misschien dat ik op die dag een paar stukjes kip wel wil. Het is niet zo dat ik het niet eet. Omdat ik het niet lekker vind. Of omdat het niet ethisch verantwoord zou zijn. Of wat dan ook. Het is puur omdat mijn lijf beter gaat op zo min mogelijk dierlijke eiwitten. Voel ik me gewoon beter bij. Maar af en toe zondig ik wel eens daarin. Dus misschien dat ik het wel doe. Dit is ook weer een receptje voor 4 personen. Dus dat doen we ook 2 keer over. Dit vind ik echt super makkelijk. Heb ik de laatste tijd ook gedaan. Koop je zo'n maaltijdpakket. En je moet er vaak toch zelf rijst of iets bij doen. Kijk, ik moet zelf toevoegen. Basmati rijst. Nou, dat heb ik nog staan. Een heleboel. Dus dan kook ik wel maar voor 2 personen rijst. En dan de saus doen we dan gewoon door de helft delen. En dan zet ik in de koelkast of in de vriezer neer. Dus ik heb daar kipfiletreepjes dan wel bij. En extra taugee. Waarschijnlijk neem ik het alleen maar taugee. En dan nog een keertje natuurlijk friet met snacks. En dan zijn we de hele week alweer rond. Ik heb tofu gehaald. Ik vind het super lekker omdat tussen de middag een reepje daarvan in blokjes te snijden. En met wat sweet chili, teriyaki saus. Met een wok saus. Met wat groentemix.
Ik heb van de week een heleboel groentemixen gekocht, want ze waren ze in de aanbieding vorige week. En die heb ik gewoon in zakjes van 100 gram in de vriezer gelegd. Dus die kan ik er dan bij pakken. Dus dat is een plantaardig eiwitsoort voor mij. Ik heb komkommertjes en een heel klein zakje groenten voor bij mijn hummus als tussendoortje. Zeg maar gewoon van, nou ja, een dotje hummus met wortel of komkommer of eventueel paprika. Kan ik lekker opsnacken. Havermout heb ik voor in mijn yoghurtjes. Ik heb als beleg plantaardig tonijn gekocht. Deze is echt super lekker. Dus die heb ik voor op de, als ik gewoon een boterham wil eten. Ik heb nog genoeg vegetarisch beleg van de vegetarische slager liggen. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb roomboter gekocht voor Pascal. Ik wist niet namelijk of dat die al bijna op was. Maar ik vermoedde van wel, omdat ik hem al een tijdje niet gekocht had. Dus ik heb er zomaar even eentje meegenomen voor van de week. Zijn kaas was wel zo goed als op, dus die heb ik meegenomen. Ik heb voor in de ochtend mijn kwarkjes weer. Ik koop eigenlijk altijd gewoon die van de Albert Heijn de kwark ongezoet. Maar toen dacht ik, ja, maar voor een hele week moet ik er dan minimaal 3 hebben. Omdat ik zeg maar ongeveer 2 dagen met eentje kan doen. Dus 2, 4, 5, 6, 7. En dan heb ik nog een beetje over voor de week erop. Ongeveer plus minus. Dus ik dacht, dan doen we er ook nog een aardbei bij. Om het een beetje af te wisselen. Ik heb bananen gekocht. Dat is eigenlijk het enige fruit. Want ik heb nog druiven. Ik heb nog blauwe bessen. Ik heb nog mango. Ik heb nog appels. Dus dat komt allemaal goed. Dus als je dan maar z'n tweeën bent. Dan eet je ook niet zo heel erg veel meer verschillende. Want ja, hier kunnen we gewoon 3 dagen mee doen. Dus dat is helemaal goed. Ik heb voor mezelf de palm free boters. Ik weet niet hoe je het noemt. Flower farms. Ik weet niet. Voor op mijn brood en om mee te bakken. Die waren ook in de aanbieding nu. Dus daar heb ik gelijk een voorraadje van. Ik zag in mijn bonuskaart dat ik ook een bonusvoordeel had voor de Tux. Dat die, geloof ik, voor 3 euro of zo. 4 voor 3 euro was het. Dus ik heb wat mini-tukjes gedaan. En de original. Hebben we een zoutje. Snoeptomaatjes vind ik ook zoiets lekker. Wat ik gewoon soms tussendoor neem. Dus hebben ze, ik geloof dat het, oh ja, zie je, 3 voor 5 euro was. Dus ik heb daar ook de snoeppaprika mix mee. Die heb ik ook nog wel een beetje wat van staan. Dat is super makkelijk. Pak je gewoon letterlijk de hele paprika daarvan. En dan doop je dat in je hummus. En dan kan je tot op het kroontje opeten. Dus dat is echt super handig. Dus dat hebben we ook nog. Allemaal vitamintjes. De snackjes waren in de aanbieding. En ik vind snacken dus altijd super fijn. Gewoon als tussendoortje. Het is maar 42 calorieën per snackjack, zeg maar. Ik heb geen idee, volgens mij, ja, het kan sporen van melk bevatten. Zie je geschikt voor vegetariërs? Ik wil zeggen, ik heb eigenlijk geen idee, maar ik vind het wel lekker. En ik had nog wat huishoudartikelen nodig, zoals Dettol, reinigingsdoekjes. Pascal gebruikt die heel veel in de trekker, zeker nu hij wat meer trekker gaat rijden. Is dat super fijn als je dan wisselt, dat je hem eventjes al schoon kan maken, je stuur enzovoorts. En voor thuis, want school gaat bijna weer beginnen. Deze waren namelijk in de aanbieding, dus ik neem ze gelijk mee. Voor alle deurknoppen enzovoorts. Het is allemaal fijn. Mijn schuursponsjes waren helemaal op. Dus heb ik nieuwe voor gehaald. En ik ben helemaal aan de klus geslagen. Nu ik zoveel vrij ben. En de kinderen er niet zijn. Dus ik ben ook heel veel aan het reorganiseren. En rommel aan het weggooien. Dus alle vuilniszakken die we op voorraad hadden. Zijn helemaal op. We hadden er, ik denk, in juni. Via de Sligro echt een heel groot pakket. Met, nou, ik denk dat we wel 100 vuilniszakken hadden. Ze zijn allemaal op. Kunnen we weer tegen. Dus dat was het voor deze week aan de boodschappen. Dan moet ik zeggen dat ik deze week best eigenlijk een dure week heb. Ik denk dat het komt omdat ik de Dettol-doekjes en best wat huishoudelijke spullen nodig had. En ook extra vegetarische bakboter en zo. Maar voor 2 personen 80 euro voor een hele week met zoveel groente en fruit vind ik eigenlijk best wel goed voor mezelf. Ik ben maar trots. Als je willen teruglezen staat er onder in de beschrijving wat we per dag gaan eten. Vind je dit soort video's leuk? Geef je dan een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Want ik post dus op vrijdag altijd de weekboodschappen. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei doei!